Hallo jongens en waarschijnlijk alleen maar meisjes. Hier ben ik weer, ik ben helemaal in het blauw. En blauw is de kleur van vertrouwen. Daarom, ik wil graag op zoek naar het antwoord op waarschijnlijk de meest simpele vraag die ooit op het forum is gesteld. Namelijk, hoe kom ik als vrouw aan een friend with benefits? Nou, het antwoord is vrij simpel, er staat uit twee woorden, bel me! Ja toch, kom op. Ik wil ook wel eens een keer aan die kant van de medaille staan. Ik ben natuurlijk mijn hele leven lang de friend without benefits geweest. Ja, je kan zo leuk praten en je luistert zo goed. Je bent als een broertje voor me. Dat is wat ik al die jaren te horen heb gekregen. Ik ben denk ik op de trots na de grootste familie van Nederland. Dus nu wil ik ook wel eens een keer dat meemaken. Want laten we eerlijk zijn, friends with benefits, dat is het mooiste concept wat er ooit bedacht is. Geen relaties, geen huwelijk, geen gezeik, geen alimentatie. Gewoon seks hebben met iemand die ook je beste vriend is. Om daarna met je allerbeste vriend te kunnen praten over hoe je net seks hebt gehad. Dat is waanzinnig. Maar hoe vinden we als vrouw nou een friend with benefits? Of zoals we het in Nederlands goed noemen, een fuck buddy. De tips op het forum zijn uiteenlopend. Iemand zegt, ga gewoon carnaval vieren. Tuurlijk, kun je altijd doen. Je kunt altijd carnaval vieren, maar het staat onderop mijn prioriteitenlijst. Top idee. Er zijn vrouwen die zeggen, je moet naar beurzen gaan waar veel mannen zijn. Bijvoorbeeld de autorij. En ga daar dan naartoe en ga dan doen alsof je heel veel van auto's weet. Maar ja, we zijn ook op zoek naar een vriend. Snap je wel? Iemand anders zegt, ga naar singlefeesten. Ga naar singlefeesten en doe dat vooral in nieuwbouwwijken. Want daar wonen heel veel gescheiden mannen. In nieuwbouwwijken. Maar vrouwen, kom op. Je bent op zoek naar iets prachtigs. Naar iets moois. Ga er dan ook voor. Zie je het al voor je dat je straks ergens in een of andere nieuwbouwwijk aan een gokverslaafde man die alleen maar over auto's kan lullen, aan het uitleggen bent dat het niet echt de ware is. Dat wil je toch niet? Je wil iets anders. Nogmaals, bel mij. Viva heeft mijn nummer. Het is heel simpel. 10 cijfers. Komt helemaal goed.